27 Desember 1949 menjadi hari yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Belanda. Pada hari itu, kedaulatan atas Indonesia diserahkan di Amsterdam. Para menteri dan anggota parlemen, mantan menteri, dan korps diplomatik menghadiri upacara tersebut di Istana Kerajaan. Ketua Delegasi Indonesia, Perdana Menteri Muhammad Hatta, tampak menginspeksi Garda Kehormatan Angkatan Laut. Hatta ditemani oleh anggota delegasi RIS lainnya, yakni Supomo, Sultan Hamid II, Suparmo, Kusuma Atmaja, Sukiman, Sujono Hadinoto, Aka Pringgodikdo, Muhammad Yahya, Batang Taris, Muhammad Arifin, serta Yusuf Barnas. Tepat pukul 10, penyerahan kedaulatan dilaksanakan di atas meja oval di Balai Kota. Perdana Menteri William Dres menyampaikan pidatonya. Meneer de voorzitter van de delegatie ter vertegenwoordiging van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bij de soevereiniteitsoverdracht. Ik stel u voor thans over te gaan tot het gezamenlijk constateren dat de mantelresolutie met ontwerp overeenkomsten en briefwisseling, welke door de algemene vergadering van de ronde tafelconferentie is aangenomen, door het Koninkrijk der Nederlanden en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toegetreden gebieden is aanvaard. Sekretaris Negara, Prinsen, membacakan dokumen akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan sebagai berikut. Mr. President, Minister van Buitenlandse Zaken ad interim. Kami, Juliana, dengan anugerah Tuhan, Ratu Negeri Belanda, Prinses van Oranje, Nassau, dan seterusnya. Pada hari ini, tanggal 27 Desember tahun 1949 dalam sebuah upacara yang dilangsungkan di Istana Kerajaan di Amsterdam. Berdasarkan pasal 211 Undang-Undang Dasar dan seterusnya, menetapkan bahwa hari ini tanggal 27 Desember tahun 1949, penyerahan kedaulatan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam induk persetujuan dengan rancangan piagam penyerahan kedaulatan yang terlampir, dinyatakan sah menurut hukum, bahwa pada hari ini juga Uni Belanda Indonesia, dengan kami sebagai kepala dan jikalau terjadi pergantian, pengganti kami sebagai pewaris mahkota Kerajaan Negeri Belanda, antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat, dinyatakan sudah berlaku. Selanjutnya semua ketentuan yang sudah disetujui, yang tercakup dalam persetujuan induk bab 5 dinyatakan berlaku. Memerintahkan, membuat 4 lembar dari akta yaitu, 2 lembar dalam bahasa Belanda dan 2 dalam bahasa Indonesia untuk kami tanda tangani bersama semua menteri dalam kabinet, membuat 2 lembar terjemahan dalam bahasa Inggris, 1 lembar bahasa Belanda dan 1 lembar bahasa Indonesia, dengan 1 lembar terjemahannya dalam bahasa Inggris disimpan oleh kabinet, dan 1 lembar bahasa Belanda dan 1 lembar bahasa Indonesia dengan 1 lembar terjemahan diserahkan kepada delegasi yang diutus Republik Indonesia Serikat untuk menerima penyerahan kedaulatan, untuk disampaikan kepada Presiden tersebut. Supaya Departemen Kehakiman membuat tembusan-tembusan dari akta bahasa Belanda dan bahasa Indonesia, setelah disahkan dan ditandai, dikirimkan kepada Staten General dan Dewan Pertimbangan Negara, Gubernur Wilayah Suriname dan Gubernur Wilayah Kepulauan Antillen, masing-masing 1 lembar dalam bahasa Belanda dan 1 lembar bahasa Indonesia. Ditetapkan di Amsterdam pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Perdana Menteri, Menteri Urusan Umum, Willem Dries, Menteri Negara, J.R.H. van Schaik, Menteri Daerah Seberang, J.H. van Maarsevin, Menteri Negara, Gosen, Menteri Kehakiman, Wijer, Menteri Dalam Negeri, Tellings. Ratu Juliana dan Pangeran Benhard kemudian memasuki ruangan didampingi oleh Perdana Menteri Dres dan Menteri Daerah Seberang, van Maarsevin. Ratu Juliana kemudian menandatangani akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan, disusul penandatanganan oleh para menteri terkait.
Perdana Menteri Dres kembali berbicara. Blijkens de zoeven met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd geconstateerd dat de Nederlands-Indonesische Unie, aan welks hoofd uw majesteit en de opvolging haar wettige opvolgers in de kroon der Nederlanden zullen staan, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië is tot stand gekomen. Ketua Delegasi Republik Indonesia Serikat, Perdana Menteri Muhammad Hatta, menyampaikan pidatonya. Het is mij als leider delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unie verband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Setelah berpidato, Hatta membubuhkan tanda tangannya pada akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Ratu Juliana, yang kini menjabat Ketua Uni Belanda Indonesia, kemudian berbicara. De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Die aangrijpt enerzijds door de onnatuurlijkheid van een verloop als dit, en anderzijds doordat nooit duidelijker naar voren is gekomen de diepe sympathie der beide volken voor elkaar. Niet langer staan wij gedeeltelijk tegenover elkander. Wij zijn nu naast elkaar gaan staan, hoezeer ook geschonden en gescheurd en vol van de littekens van wrok en spijt. Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders stilt. In Nederland slaat men dat met bezorgdheid gade. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt. En ik moge een beroep doen op allen loyaal in het nieuwe bestel mee te werken. Nederland staat tot helpen klaar, zodra en wanneer Indonesië daarom vraagt. Er spruit hier hulpvaardigheid voort uit een diep gewortelde verbondenheid. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt, en die het falen kent der generaties, maar die ook ziet of we kunnen dienen in het plan voor de gang der mensheid. Mogen dit thans zo zijn. Selepas Ratu Juliana berpidato, lagu Indonesia Raya pun berkumandang di Istana Dam. Kemudian,
dilanjutkan oleh lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Didampingi oleh Bung Hatta dan Perdana Menteri Dres, Ratu Juliana meninggalkan balai warga. Upacara penyerahan kedaulatan pun usai. Era baru telah tiba bagi Belanda dan Indonesia.